President Desi Bouterse heeft tijdens zijn staatsbezoek aan China de Surinamers die er studeren ontmoet. Hij heeft de 22 studenten de hechte relatie die er is tussen Suriname en China voorgehouden. Bouterse hoopt dat meer studenten besluiten om in China te studeren, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Hij heeft ze aangespoord om hun studie binnen de afgesproken tijd af te ronden, zodat deze hun krachten kunnen geven aan Suriname. De studenten kregen een etentje aangeboden door het staatshoofd. Het staatshoofd was vergezeld van zijn vrouw, de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée Melvin Bouva, de ministers van Buitenlandse Zaken, Handel, Industrie en Toerisme, Justitie en Politie en van Volksgezondheid. Ook assembleelid William Waidu maakte deel uit van de presidentiële delegatie. President Bouterse en zijn gevolg zijn tot 30 november in China. Daarna vertrekt het staatshoofd voor een bezoek aan Cuba.